Sinds een jaar of 10 is er iets nieuws in Nederland. De buurtcamping. En ook in Kuik, al voor de 3e keer zelfs, is er een buurtcamping. En ik heb een heel aantal mensen hier om me heen staan. En 2 daarvan, die komen vast even voor de camera. En stel je even voor alsjeblieft. Mijn naam is Anne van Diemen. En ik ben Jos Niele. En jullie zijn 2 mensen die in de organisatie zitten van de buurtcamping Kuik. Ja, wij proberen mensen bij elkaar te krijgen om te laten ontmoeten en de betrokkenheid van mensen te tonen. Dus. Maar biedt ook een plek dat iedereen op vakantie kan. Want dat is de insteek eigenlijk. Het gaat erom dat je elkaar in de buurt ontmoet. Dat doe je op een camping in een hele ontspannen sfeer. En tuurlijk hebben wij van alles georganiseerd. Maar we hebben zoveel activiteiten dat je iedere dag je ongelooflijk kan vermaken. En vorig jaar hebben we het ook gedaan. En wat we zagen was dat heel veel mensen elkaar ontmoeten, samen op een bankje zitten, het gesprek aangaan. Iemand die langs fietst en die zegt, joh, wat leuk. En daarna gezellig een biertje komt drinken, meedoet met de bingo of alles wat wij organiseren. Ja. Dus het is gewoon heel leuk om een buurtfeest, een wijkontbijt, dat soort elementen. Dus ontmoet elkaar en kom vooral meedoen. Wij hopen dat heel veel mensen gewoon heerlijk dit weekend met ons mee komen doen. Want dat is een van de belangrijkste dingen, elkaar ontmoeten hier. Jazeker, ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En het is niet alleen voor kinderen, hè? Nee, het is juist ook voor volwassenen. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld ook heel veel alleenstaande ouders die kwamen. Die met elkaar het gesprek aangingen, onder een wijntje, in de zon. Elkaar ontmoeten voor de eerste keer in de wijk, nog nooit iemand gezien. Ja, weet je, dan is dit het moment om met elkaar gewoon heel ontspannen samen te zijn. Ja. Voor €30 mag je het hele weekend meekomen doen. €30? Als volwassene mag je 3 dagen komen kamperen. Eten, drinken zit er allemaal bij in. En voor kinderen tot 12 jaar voor €15. Dus. Als je zegt van nou, het lijkt me heel leuk om eens een dagje hier te zijn, maar ik kan echt niet het hele weekend, ik ga hier niet slapen, dat kan ook? Dat kan ook, zeker. En voor de kinderen hebben we, zoals gezegd, die luchtcursus. Maar ook voor de ouderen. Op vrijdagavond hebben we de... Hoe heet het ook alweer? Final Friday. Kom een dansje doen en salsa dansen. En zaterdagavond gaan we de bingo... eerst barbecue, dan de bingo. En op zondagavond komt in ieder geval de frietwagen weer. Voor ieder wat wils. Nou, dat klinkt al heerlijk. Ja. Nog even... Een buurtcamping, is het dan ook echt zo van voor hier in de buurt? Of zien we dit heel ruim? We zien het heel ruim. We zijn niet voor niks de gemeente Land van Kuik geworden. Heel Kuik is welkom. Vorig jaar waren er ook mensen uit Beers, Katwijk, Haps. Jo, weet je, kom gezellig meedoen. Ja. Jullie kunnen dit niet alleen. Ik zei al, er staan hier heel veel mensen om ons heen. Ik ga even andere mensen vragen wat die hier gaan doen. Oké? Oké, prima. Heel veel plezier. Dankjewel. Hoi. Ja, en inmiddels 2 andere mensen voor de camera. Jij bent... Dia Wolfs. Hoi, en Erik. Hoi. Nou, welkom. En ik zie het, jullie zijn ook van de buurtcamping Kuik. Is dit voor het eerst dat je meewerkt? Nee, ik heb het opgestart samen met Jos en nog 2 anderen 2 jaar geleden. Vorig jaar was ik er niet bij, toen zat ik lekker in Australië. En nu wordt het dus de 2e keer dat ik als vrijwilliger meewerk. Dus je weet waar je aan begint? Ik weet waar ik aan begin, ja. Ja. En voor jou? Voor mij zou het de 2e keer worden. Vorig jaar eigenlijk op de Bonnefoy zag ik dit gebeuren, eigenlijk opgestart worden. En gevraagd of ik mee kon helpen. En uiteindelijk ben ik eigenlijk gebleven het hele weekend. En hebben we er een leuk weekend van gemaakt. Kijk, en gestrikt voor nu. En wat is jullie taak dit jaar? Nou ja, we doen het natuurlijk met z'n allen. Hè. We verzorgen die 3 dagen met eten, drinken. En ik heb de rol van de bingo op me genomen. Dus ik wil ook de middenstand van Kuik echt heel erg bedanken. Want ze zijn ontzettend gul met cadeautjes geven. En supermarkten doen mee. En Via Canella heeft me een zak vol met cadeautjes meegegeven. En Primera, Trendy, noem maar op. En het leuke is... Alle toonaangevende winkels in Kuik. Ja, dus eigenlijk zijn ze ook allemaal heel enthousiast. En wat ze ook heel veel vragen is van, god, is het ook voor kinderen? En dan geven ze ook nog extra spulletjes mee voor de kinderen. En ja, het is gewoon geweldig. Dus ik ben zeer, zeer trots op onze middenstand. En ja, leuke cadeautjes met elkaar al gehaald, okay. Zeg maar. Ja. Dus jouw avond wordt goed gevuld? Die wordt zeker zeer goed gevuld met hele leuke cadeautjes. Okay. Ja.
En Erik, wat doe jij zoal hier? Nou, ik doe vooral een beetje muziek, sport en spel. Ja, dat moet je eigenlijk in de breedste zin zien. Dus de hele dag door staat hier muziek aan. Van pop, R&B tot feestmuziek. En af en toe eens een keer wat house-nummers ertussen om het een beetje op te zwepen. En verder sport en spel. Ook in de breedste zin. Dus we gaan een volleybaltoernooi gaan we houden voor de mensen die mee willen doen. Zowel voor kinderen als volwassenen. Ik zal daar waar het past een bootcamp gaan organiseren. Zaterdagochtend gaan we een yoga sessie doen. En alles wat er nog voorbij komt, een voetbaltoernooi of wat dan ook. We gaan er iets leuks van maken. En als het maar een beetje de verbintenis heeft, zeg maar, dat mensen ook echt met elkaar gaan spelen. Want sport en spel, dat verbindt. En dat is juist wat we hier willen bereiken met zo'n buurtcamping. Ja. En blijven jullie ook gewoon lekker kamperen hier dan? Nou, toevallig dat Erik en ik samen één nachtje blijven kamperen. Maar dat is meer dat er iemand aanwezig is als aanspreekpunt. En de andere nachten wordt dat weer door twee andere mensen verzorgd. Dus er is altijd iemand, als mensen iets willen weten of hulp nodig hebben, dan staan wij stand-by, zeg maar. Dat, ja. Nou, ik hoor het wel. Jullie zijn toppers. Jullie kunnen goed terecht op deze camping, hè? Ja, het wordt gewoon een groot feest. Elk jaar wordt het leuker en drukker en we gaan er gewoon een geweldig weekend van maken. En een knalfeest van maken. Ja, precies. Ja. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en inmiddels zijn er weer twee mensen aangeschoven hier. En jij bent? Ik ben Irma. En jij? Ik ben Jolanda. Irma en Jolanda, nou ja, ik ben benieuwd, wat is jullie taak dit jaar bij de buurtcamping? Wat ik voornamelijk doe is de communicatie. Ik heb mijn best gedaan dit jaar om de buurtcamping gewoon heel veel bekendheid te geven via Facebook, persberichten. We hebben jullie ook een bericht gestuurd en nou kijk, jullie staan hier. dus dat is eigenlijk mijn belangrijkste taak. Ja. 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 En voor jou, welke taak is er voor jou weggelegd? Ik ben denk ik een beetje manisch voor alles. Maar ik ga alle handen spannen. Dus ik ben ook een van degenen die inderdaad een nacht blijft kamperen. Ook met mijn eigen tent. Kijk, heel goed. en voor de rest, ja, er wordt van alles georganiseerd. We hebben de springkussen zijn genoemd. Maar we gaan kamperen. We hebben natuurlijk ook een toiletwagen en een douchewagen daar voor echte kampeerders staan. Dat is natuurlijk ook wel handig. En we gaan samen koken. Dus we hebben van alles georganiseerd. We moeten samen ook dingen klaarmaken. Dus een salade gaan we klaarmaken voor de vrijdagavond. En voor de barbecue gaan we ook samen dingen klaarmaken. Want daar eten we natuurlijk ook salades bij. Dus dat is ook het samenwerken, het samen doen. Daar blijven we heel bij tijd mee bezig. En we gaan ook knutselen. Dus we hebben natuurlijk zelf al wat geknutseld. Ja, dat zagen we al hangen, hè? Ja, we hebben zelf al geknutseld. Want ja, we willen toch meer rugbaarheid geven aan de buurtcamping. Dus dat is ook wel een belangrijk ding voor ons. Ja. En dan ben je ook wel druk bezig. Want als je al overal inspringt en je moet ook nog gaan koken. Dat is ook voor aardig wat mensen als het goed is. Dat is voor aardig wat mensen. Dus we hopen ook dat mensen die hier zijn. Dan op het moment dat ze mee willen eten ook mee willen helpen met koken. Want ja, we zijn wel wat met wat mensen. Maar voor 100 mensen, als er 100 mensen zouden zijn. Zou het best veel werk zijn. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook. Je staat op een camping. Op een camping doet iedereen mee. En het is niet zo dat je in een soort van all-inclusive, als je hier komt kamperen, dat alles voor je geregeld wordt. Er wordt ook verwacht dat mensen zelf ook even de handen uit de mouwen steken en gewoon gezellig meehelpen. Ja, precies. Nou, en nog even voor de duidelijkheid, want wij staan hier nu, ik weet waar we staan, maar weet het Kuikse publiek dat? Wij staan nu op dit moment achter de Waai, de school in de Heeswijkse Kampen. Het veldje erachter tussen de kinderdagverblijf en de school door kun je naar achteren en van de zijkant kun je er ook bij komen. Ja. En hier is het te doen, hè? En hier is alles te doen. Ja. Maar je ziet het waarschijnlijk ook, want inderdaad wat Anne al vertelde, er komt dus een klimtoren van 9 meter hoog. Dus die zie je ook van verre. Wij hebben ook spandoeken rondom, dus je kunt ons wel vinden. Hopen we. Oké. Dus mensen, volwassenen, kinderen, jongeren, alles. Mensen kunnen zich nog opgeven. Of kunnen spontaan hier aanlopen. Nou, dank jullie wel. En we wensen jullie ook een geweldige campingdagen hier. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Kom allemaal 18, 19 en 20 augustus naar de buurtcamping Kuik. Iedereen van harte welkom.